Hey kijkers van Just Gamers. In deze video ga ik jullie laten zien hoe jullie Feed the Beast downloaden en kunnen gaan spelen op deze server waar ik ook op speel. Nou, om te beginnen, we gaan naar internet. Bij mij zit op mijn MacBook Google Chrome. Het werkt precies hetzelfde op Windows. Oh, wat doe ik? Even kijken, fullscreen. Oké, waarom doe je dat niet? Maar dat maakt niet uit. Doe het gewoon zelf. Even op twee schermen. Dan gaan we naar www.feedthebeast.com. Onze Feed the Beast server is een Feed the Beast Unleashed. Het is niet mijn server, het is ook niet de server van Just Gamers. Het is een server van iemand anders. Ik speel er ook op en jullie kunnen er ook op spelen. Nou, jullie kunnen Feed the Beast downloaden. Hier staat het. Client downloads. Nou, hoe download de client en hoe werkt het? Download Exe voor Windows en download Jar voor Mac en Linux. Nou, ik heb een Mac, dus ik moet de Jar downloaden. Maar stel voor, je hebt een Windows 7 computer, dan moet jij de Exe downloaden. Ik download niet de Jar, maar ik stop hem, want ik heb hem al gedownload. Dan moet ik stoppen, denk ik. Nou, dan kan ik je nog even laten zien wat over de Feed the Beast site, denk ik. Nou, dit is wat informatie over de... Dit is de meest... uitgebreide modpack zeggen ze Unleashed. Nou, daar hebben wij zo'n server van. Een Unleashed server. Zitten solar panel mods in en zo. Kunnen zien jullie straks wel even. Ik ga even kijken of ik in-game kan komen met opnames. Nou, ik sluit het internet af. Dan gaan we heel internet uit. Ja, afsluiten. En dan gaan we naar Finder. Bij Mac heet het Finder. Bij Windows is het als goed is mappen en programma's. Dan ga je naar downloads. En ik weet bij mij zit die heel erg vol. Ook met schooldingen. Dan ga je ook F, Feed the Beast. En dat is intro. Feed the Beast, waar zijn we gebleven? Ik had je. Ja, is niet trouwens. Dit is Feed the Beast servantjaar. Maar Feed the Beast. Oh jee, even een beetje vaak aankomen bij mij, maar Feed the Beast. Ja. Ik sleep hem even naar mijn broodblad. Dat is makkelijk. Zo. En dan klik je de dubbel. Gewoon dubbel klik om te openen. Nou, dan opent hij hier Feed the Beast. Ja. En nou, dus klik hem open, kom uit. Sorry, ik ben een klein beetje verkouden. Ja, dan open je een console. Feed the Beast console. En dan loopt hij alle dingen in de launcher. En dan zie je dit. Nou, hij staat standaard Unleashed. Dit zijn de standaard Unleashed mods. Dan heb je een Dire Wolf 20 en allemaal andere modpacks. Nou, wij spelen op Feed the Beast Unleashed. Nou, dan klik je op. Ik weet niet of het bij iedereen moet, maar wij hebben op Recommended. En als je de eerste keer door het server probeert te joinen en er staat dat je een aantal mods mist, klik dan op Edit Modpack. En dan staan hier bij sommige mensen een aantal disabled mods. Daar had ik in ieder geval wel last van. Dan selecteer je die allemaal en dan klik je op Enable. Dan heb je hier alle mods die aanstaan. Mocht je nog problemen hebben, kun je het altijd in de reacties achterlaten. Dan kan ik je natuurlijk helpen. Het IP van de server zal ik, nou, ik denk, boven in beeld zetten. Als ik het niet vergeet. We gaan verder met Feed the Beast. Options. Nou, er staat hier de installatie voor map. Nou, hier staat bij mijn users, mijn gebruikersnaam. Dat is nou een schoollaptop. Library, dat is bibliotheek. Application support voor programma's. En dan FTP, Feed the Beast. Daar wordt hij bij mij opgeslagen. Dan heb je nog force update, dan hoef je niet op te klikken. En dan maximum RAM. RAM maximum, kan ook. Ik heb hem op 1,5 GB staan. Ik kan hem op maximum 2 zetten. Je kunt hem ook op zo zetten, maar dan lagt het heel erg. Ik zou, als je een 4 gigram PC hem op 2 zet, ik zet hem op 1,5. Nou, kijk, Engels kun je nog niet. Engels staan, Nederlands, maar ik hou op Engels. Je hebt ook advanced opties, download location van een server die je zelf wilt. Kun je processor beter instellen en hoe groot die wordt. Maar dat maakt niet uit. Kun je allemaal zelf weten. Automatisch, maximized en... Dat maakt niet uit. We gaan even kijken bij nieuws. Nou, dat is gewoon wat nieuws over Feed the Beast. Dan heb je nog mappen. Dat zijn die mensen gespeeld hebben en die hier neer hebben gezet. Van de makers. Van Dire Wolf 20 heeft hij een level 80, episode 80 map neergezet. Dan heb je nog texture packs. Dat zijn de standaard texture packs. Dat is Sortex, dat is deze. Dan heb je nog John Smith Technical. Die speel ik best vaak mee. Dan heb je nog deze. Ik vind hem persoonlijk niet heel mooi. Ik vind hem niet mooi. En je hebt nog deze, die is van het modpack My Little Pony modpack voor KitKat. Ja, leuk gedaan. Ik vind het mooi.
Deze ook, die is voor Feed the Beast. Unleashed, niet voor Unleashed. Dus dan mis je een aantal dingen. Deze is wel voor Unleashed. Je moet het zelf weten als je het wilt. Het is nodig. Nou, modpack. Je klikt op Feed the Beast Unleashed en Launch. Nou, nu gaat hij bij mij, bij jullie gaat hij het dan downloaden, staat er dan hier. Bij mij gaat hij het gewoon openen. Nou, ik zie jullie terug, schouw Feed the Beast opgesteld is, zoals jullie hier zien. Dan zie ik jullie terug bij het Inoscherm. Daar ben ik weer en Feed the Beast Unleashed versie 1.1.3 is eindelijk opgestart. Nou, zoals jullie zien, zien jullie al direct Minecraft, het is nog 1.5.2. Hier staat ook die notification dat je een nieuwe launch moet nemen, maar die is er niet. Nou, eerst gaan we even naar opties. Gaan we even kijken wat daar staat. Gewoon standaard Minecraft, sounds, music, ik heb een sound van 40. Gewoon simpel, dan heb je video settings. Mocht je niet een hele snelle PC hebben, een 2 gigram of zo, zou ik aanraden om je render distance niet op far te zetten of op normal, dat zou ik zo op short zetten. Nou, ik heb een MacBook, die kan dat wel aan, die kan ik op normal zetten. Nou, max FPS natuurlijk, fast, brightness bright. Vind ik handig. Nou ja. Dat heb ik zo staan. Difficult easy. Nou, ik speel een singleplayer zoals jullie kunnen zien. Oh, één keer. Lol. Dat wist ik niet, sorry. Maar, dat maakt niet uit. Dan heb je ook nog de modlist. Er zijn er heel veel. Kijk, advanced solar panels. Nou, dan gaan we naar de server. De server is Tribecraft. En ja, ik speel erop. Er zijn ook 3 mensen online van de 32 die erop kunnen op het moment. We hebben 3 gigram. Nee, 2 gigram op het moment. Mocht het gaan leggen, kunnen we altijd upgraden. Maar ik join even de server. Kijk of de opnames niet crashen, want het is me wel eens gebeurd. Ja. Gaan we wat er gaat gebeuren. Ik zie alleen dat lelijke dak. Ja. Ja. Ja, hij is ingelost, volgens mij. Want ik kan mijn muisje niet meer bewegen. Ja, ik ben daar zoals jullie zien. Kijk, hallo. Er zijn ook Engelse mensen op server. Kijk, ze zijn alleen maar Engelse mensen. Oh ja, de owner is ook. Netjes en hallo. Ik ben developer. Ik onderhoud plugins voor de server. En ik heb de owner online dus. Ja, die is online. Hij is de owner van de server. Ik weet niet of hij elkaar nog niet af. Ah, owner. Dit is mijn huisje, zoals je ziet, standaard. Maar dat niet. Er komen nog. Waarschijnlijk komen er nog gameplays van Feed the Beast op ons kanaal. Just Gamers. Maar ben dat gewoon. Oh, gewoon een slechte daar, want die zit niet. Maar dit doen we dit, kijk. Gewoon leuk spawn. Niet te groot, niet te klein. Ja, ik heb dat boven die item die is aanstaan. Dat is wel makkelijk, maar. Ja. Zoals je ziet, de spawn. Ik kan hier bouwen, niemand anders. En de owner natuurlijk, maar jullie kunnen hier niks doen. Ah, hier staat de computer voor de regels. Die moet ik nog aanpassen, dat die automatisch aan en uit gaan. Hou de server erin staan. Dus. Maar de spawn die lopen hier zo uit. Dan zie je Origin Grass, want we spelen op een Biome of Plenty Map. Volgens mij, ik weet niet helemaal zeker. Maar dit is zo de spawn. Ik zal kijken. Fly aan. Kun je het beter zien? Zo. Dan zoals jullie zien, de spawn. Ik vind hem wel nice. Hij is gebouwd door de owner en 2 andere mensen, die ken ik persoonlijk zelf niet, maar dit is de spawn. En ja, meer dan niet over de server op het moment. Dat zijn ranks, zoals ik heb een developer, een member, en je hebt nog een donator rank, en er is staff. Nou, het is af, we hebben gewoon een spawn. Hierboven komen nog de donator en de website. De website zal ik ook even in de beschrijving zetten van de video. En dan zou ik zeggen, bedankt voor het kijken. Weet je nu, als het goed is, hoe je Feed the Beast kunt spelen op deze server. Hoop ik voor jullie. En tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Geef een like. Abonneer op ons kanaal. En kom ook zeker spelen op deze Feed the Beast server.